Je gaat sowieso dood, ja, ik zie je. Hey! Dus, dit ben ik. En dit is een goede vriend van mijn Kai. Kai is extreem verslaafd aan koffie. En voor een of andere reden vindt hij het leuk om planten te sparen in een pot. Ook maakt hij in zijn vrije tijd muziek. Op zijn eigen manier. Snap je? Ja, nice. Naast al dit maakt hij ook nog filmpjes voor zijn YouTube kanaal. Ik kan zijn kanaal trouwens checken in de beschrijving, maar hey, ik word hier toch voor betaald, dus het hoeft niet per se. Au! Nee, wat is gewoon au! Ja, ik werd hier eigenlijk niet voor betaald, maar hij maakt wel leuke video's, dus ja, check even. Maar in deze video gingen Kai en Milan verrassen met een heel erg leuk cadeautje, alleen ja, dat pakt niet zo heel erg goed uit. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Hey Kai! Hallo Pascal. Ik heb een cadeautje voor je. Wil je hem nu al uitpakken of wil je nog even wachten? Heb je dit echt voor mij gekocht? Nou, eigenlijk, oké, dit moet ik eigenlijk weer laten terug hebben, want het is voor iemand anders, maar we hebben dit, zeg maar, nodig. Ik heb een ander ding wat een cadeau voor jou is, zeg maar. Het zorgt niet voor een teringzootje bij huis, hè? Nee. Nou, wat is dit nou, jongen? Moet ik hier nou mee? Ja, denk even goed na. Ja. Oh ja, ik weet het alweer. Ja. Gaan we het weer doen? Ja, we gaan het weer doen. Ik heb een nieuwe ballonbak. Ik heb nu namelijk een doorzichtige. Dus als we die opblazen en we zitten erin, dan kan je zien zitten, zeg maar. Ik ga er in ieder geval niet weer een banaan in doen. Wat gebeurt als je een banaan inblaast? Als je wat doet? Een banaan inblaast? Nee, dat is mijn enige banaan kan je. Ja, even zuigen alleen. Pas op, dit wordt erotische content. Nee, doe maar niet. 3000 euro. Dit is een 3000 euro? Dit is 3000 euro. Waarom betaal je 3000 euro voor een tapijt? Het is een Persisch tapijt. Heb je je voeten gewassen? Nee. Dan mag je hier niet oplopen. Nee. Nee. Dit is dus niet voor mij. Nee, kijk, dit wil ik eigenlijk uiteindelijk weer geven aan Milan als goedmakertje, omdat we de vorige keer een ding hebben gesloopt. Ja. Oh my god. Ja, dat is wel zwaar. Dus ik hoop dat deze dit keer wel heel blijft. Ja, die mag je wel hebben. Maar nee. die gaan we eigenlijk nu vandaag gebruiken. We moeten er wel voorzichtig mee doen, hè, want hij moet nog naar Milan. Doe je eigenlijk? Jou in een ballon stoppen. Nee, jou. Nou, dat gaan we zo meteen wel bepalen. Kijk, hij heeft een wieltje. Oh, dat is dat ene wieltje wat we toen kapot maakten. Oh ja, klopt, ja. Dit wieltje moet je trouwens wel echt af, dit is heel kut. Sorry Milan. Milan, als je kijkt, sorry! Ja nee, volgens mij moet eerst deze er zo op. Ja. Ja? Nee. Moet je nog iets schroeven of zo? Nee, solderen moet je. Solderen. Oh mijn god. Zo! Zo zag je dat? Ja, holy shit. Oprecht, moet je voelen. Maar er komt ook heel veel wind uit. En zuig! Oh. Nee. Niet mijn katjes. Nou, probeer dan. Ha! Mijn katjes zijn sterker dan je kutapparaat. Hé, hey, nee! Mijn katje! Dat is ook nog eens een vieze rand. Godverdamme. Steen, papier, schaar. Ja, Evelies, jij gaat het in ballon. Godverdomme! Wacht. Ik ben blij dat jij niet trouwens in de ballon gaat. Ja. Ik kom hier uit dan. Woem, helemaal van! Oké, je moet je boek uit, toch? Nee, ik moet niet mijn broek uit. Nee, dat was de vorige niet zo slim. Ah, dat beenhaar. Ah, oh, het krult helemaal. Dus zo. Oké, ik had wel even onder controle. Au. Nee, je zuigt weer. Ik zuig niet, jongen. Je zuigt. Ja. Snel. Oh, fuck. Andere been. Ja, lekker. Dat zit er in ieder geval in. Oh, nee. Fuck off. Nee, god.
Godverdomme. Misschien hadden we hem eerst moeten uittrekken. Ja? Oh, kut! Oh, joh! Wacht, ik heb een idee. Je gaat sowieso dood, ja, ik zie je. Hé! Kut! Au! Dit is echt kut! Waarom heb je een miniaal om je? Zal ik mijn pik aan mij eten? Waarom heb ik honger? Ik denk dat het voor mij tot hier ongeveer komt. Ja. Oh jezus! In één keer erin! Ja, lekker, lekker! Diep, diep! Oh, dat klinkt heel raar of zij. Hou me vast, hou me vast! Ja, hou me vast! Ik heb me vast, ik heb me vast! Oké, oké. Ja! Oh nee! 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 Fuck! Het gat is dicht. Ja, oké. We kunnen weer. We zijn alleen maar bladblazen aan het repareren hoor. Ja, het ging kapot. Ik vroeg me af of ik je ergens weer kon helpen. Oh nee, we hebben nee, alles onder controle. Ja, nee, dat redden we wel. Dank u wel, mevrouw. Je wou hem toch nog aan Milan geven? Hi, mijn naam is Milan en ik heb opdracht gekregen van Pascal om iets open te maken. Hij heeft het bij mijn deur neergelegd, dat is dit. Lieve Milan, omdat ik de vorige keer je bladblazer met Kai heb gemold, heb ik speciaal voor jou een nieuwe gekocht. Kai heeft er alleen wel mee gespeeld, dus er kunnen een paar schrammetjes op zitten. Hij doet het nog wel volgens mij. Groetjes Pascal en Kai. Maar dankjewel voor de nieuwe bladblazer. Wat lief dat je mij een bladblazer geeft, omdat je mij hebt gemold. Je hebt hem niet helemaal gemold, want mij doet het nog wel. Het is wel heel lief dat je eraan denkt, 3 maanden later. Ik zie inderdaad schrammetjes. Mijn god, hé, moet je kijken wat een schrammen, joh. Wat is hiermee gebeurd, man? Dit is toch geen bladblazer, geen goeie meer? Wat heb je hiermee gedaan, man? Jesus. Nou, de rest doet het volgens mij nog wel. Hier zitten allemaal schrammen op. Wat heb je hiermee gedaan, joh? Hier zit een hele deuk zit hierin. Dit is gewoon kapot. Dit is gewoon kapot. Ik wil dat hij me eentje geeft die het gewoon niet doet. Hier, dit is ook gewoon kapot. Wat een klootzak als dit het niet doet. Kijk, dit hoort hier aan vast. Ja, dat. Ja, maar hier is ook iets afgebroken. Wat is hier nou weer afgebroken? Ja, hier komt alles weer uit. Ja, top bro. Heel erg bedankt. Echt blij, Pascal. Wat ben je een klootzak. Ik doe echt gewoon niks aan. Bedankt.